Hallo? Ja, ik zou graag een melding willen maken van brand. Ja, de beste YouTuber van Nederland is weer about to get lit on fire. Oké. Wat is er aan de hand met jullie? Helemaal niks, waarschijnlijk met mij wel, want ik zit hier weer speciaal voor jou met mijn rode sokken om een video te maken over Instagram foto's. Ja, mocht je mij nou nog niet kennen, dat kan ik me goed voorstellen. Hallo, mijn naam is Kelvin, ik ben een hyperactieve jongen met een roze t-shirt en een ketting en een pet. Kijk, dit is roze, dit is toch sick. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video, geef vast een duimpje omhoog, want ja, dat is helemaal niet erg belangrijk. Doe maar niet, doe maar gewoon niet. Nee, doe maar niet. Gewoon geen, alsjeblieft geen duimpje, dankjewel. Dankjewel. We zitten allemaal op Instagram natuurlijk. Instagram is natuurlijk helemaal fantastisch, helemaal geweldig. Dat iedereen er helemaal verliefd op. Maar er was een tijd toen Instagram net bestond. En toen gingen mensen voor het eerst foto's plaatsen. En vandaag ga ik kijken naar de eerste foto's van bepaalde mensen. En niet zomaar bepaalde mensen, maar YouTubers. Ja, YouTubers, you're about to get it. Fuck you. Ik wil van tevoren alvast even zeggen, op het moment dat je hier ook niet, zeg maar, voorstander van bent, dan is het je eigen probleem. Want jij hebt ervoor gekozen om die foto's gewoon online te laten staan. Dus op het moment dat je boos wordt, niet boos op mij, word boos op jezelf, omdat je ze gewoon had moeten verwijderen. Oké, even. De situatie geschetst, let's go. Oké, we beginnen met een YouTuber genaamd Dylan Hagens. Jazeker, een jongen die al net zo lang als ik op YouTube zit en 10 keer zo groot is. Lekker goed gedaan, Dylan. Trots op je en jaloers. Dit is de allereerste foto van Dylan. Ik maak foto's met Instagram, want dan zie ik er cool uit. Kijk, eigenlijk, afgezien van zijn haar en van zijn oorbellen, wat hij nu volgens mij weer in heeft, gewoon Dylan. Gewoon een normale foto van Dylan. Daar is verder niks meer aan de hand. Dylan, jij hebt de test doorstaan. Jouw eerste foto op Instagram was prima Jima. Met andere woorden, niet achterlijk genoeg om er grappig over te doen. En daarom ga ik even verder gaan kijken op je Instagram. Jazeker. Shoutout naar Dylan Hagens trouwens. Mocht je hem nog niet kennen, het kanaal Dylan Hagens. Wow! Sick! Ja! Fucking mooi! Dit is gewoon... We're on a boat. En jullie denken waarschijnlijk, joh, waarom is deze foto zo speciaal? Nou, ik sta erop! Kelvin Boema met een kapsel alsof hij uit de zooizolder kwam. Fucking hilarisch, man. En Vera is dit volgens mij. Wow, dit is sick. Dit is 207 weken terug. Hè? Is dat... Nee, dat is bijna 4 jaar terug. Fucking sick. Echt lijp. Al die reacties. Die Calvin staat mooi op deze foto. Wauw, Calvin sexy. Kijk Thomas op de achtergrond. Omgekijk Kelvin. Ha, Kelvin's face. Hoe kijk ik? Oh, wat? Just satisfied with life on this boat right now. Oké, volgende. What the fuck is dit? What the fuck is dit? Vandaag opnames voor Danone. Met mij? Oh ja, die video heb ik... Oh ja, lijp. Peter en ik hebben toen die video gemaakt voor op Merts kanaal. Over... Aight, fucking grappig, man. Mijn hoofd hier. Waarom moet ik zo mijn aap? Waarom was zo'n aap? Volg hem op Instagram, dan is iedereen blij. Ja, dit is ook gewoon... Dit is gewoon een cute-ass Mert en Dylan foto. Hij staat echt... Oké, tot zover. Dylan heeft de test doorstaan. Nou, niet zozeer. Er zaten voornamelijk foto's van mij bij. Hoe mooi is het? We kunnen tegenwoordig gewoon een soort van tijd reizen. Dat is echt sick. Echt fucking lijp. Oké, het is tijd voor de volgende. De eerste foto van onze grote vriend Enzo Knol. Waarom? Hij kijkt een beetje boos. Verder gewoon wel, weet je. Sikke kaaklijn, man. En hij had zijn lijp kapsel. Ja, dat ga ik niet doen. Fucking out dit. Wow, geil. Bram van de Kam, bedankt voor je reactie. Geil is ook hetgene wat in mij als eerste opkwam toen ik deze foto zag. En zo rockt wel gewoon even 4000 reacties op deze foto en 14.000 likes, weet je? Wow, dat is echt fucking indrukwekkend. Wow, dit is 175 weken geleden. Enzo Knol en family. KK homo. Ja, dat is niet wat ik denk, dat is niet wat ik zeg, maar dat staat ernaast. Je bent hier fucking gay. What the fuck? Enzo ziet er hier echt uit als echt als een smooth boy as fuck. En dat is niet negatief, weet je, juist positief. Hij ziet er echt fucking smooth uit. Gewoon deze poelen, gewoon deze. Dit is echt een lijpe foto. En zijn kapsel is hier ook sick. I like it, man. Poseren met dus David. Nou, kijk, hier was zijn kapsel weer een beetje anders. Dat moet ik dan wel toegeven. Dit is echt fantastisch. Zo mooi dat dit gebeurt. Dat dit gewoon gebeurt. Het is gewoon prachtig. De tijd is zo mooi. Enzo Ferrari. What? What does that even mean, man? I mean, what the fuck does that even mean? Ja, verder kan ik er gewoon niet zoveel over zeggen. Ik zie gewoon reacties van mensen die zeggen... Haha, kijk de haar! Ja, dat is ook wat we allemaal denken. Maar om het nou op die manier hiernaast te zetten vind ik niet heel erg netjes. Dus... Ja, op zich. Mag, dat kan wel. Tot zover de foto's van Enzo. Met alle respect. Prima Instagram feed. Prima Instagram feed, jongen. Dat had veel erger kunnen zijn. Mijn foto's zijn veel erger. Oké, de volgende YouTuber waarvan we de eerste Instagram foto gaan checken is onze grote maat. Gameplay wilde ik zelf. Grapje, Gio. Wow. Foetus alert. What the fuck? Boomklim selfie. Yay. What the fuck? Oh, fucking. Hij is echt een
feutus hier ook. Oké, er staat iets prachtigs. Er staat iets, echt iets prachtig moois naast. Lieve Gio, je bent de beste, gekste en liefste YouTuber. Ik hoop dat je me gelooft. Maar nu het gedichtje. Komt ie, ja? Gio, je bent raar. Je verft gewoon je haar. Nee, grapje, het is mooi. Je bent ook gewoon echt de coole boy. Het houdt nog niet op, hè? Het gaat nog door. Doe het voor de fame, baby. Doe het voor de fame, tistiki. Laat ze maar lekker praten. Zijn maar haters. Doe het of niet. Inderdaad, het zijn maar haters. Laat ze gewoon lekker praten. Sorry dat ik dit gedichtje niet rijm. Maar nu ga ik even een stukje rijmen. En dan gaan we nog fucking lang door. Fuck that shit. Wow. Zo mooi. Het is echt... Het is fucking goud. Wow. What the fuck? Holy shit. Party. Featuring Van der Gunst Nathan. De rest van Glitch. Was echt een hele toffe avond. Nu nog een party in de nacht. Nathan heeft hier... Nathan zijn hoofd, man. Het is echt... Ik hou ervan. Ik vind het echt fantastisch. Ik vind dit echt helemaal fantastisch, jongen. Dit ook. Dit is ook zo mooi. Dit is ook zo... Echt leuk. Die zit hier ook echt... Die lijkt hier echt 6. Die lijkt echt 6 hier, ook. 6,5. Max. Ik vind Gio's hoofd op deze foto zo fucking mooi. Dat is echt een meme. Gewoon op het moment dat iemand een leuke grap maakt... Oké, het is tijd voor de volgende. De allergrootste YouTuber van Nederland. Gaan we eventjes volledig bekijken hier, ook. Namelijk Jordi Kwebbelkop. He still looks the goddamn same motherfucking thing. Hoe fucking pijnlijk is om te beseffen dat Jordi 136 weken Instagram heeft. Terwijl hij nu 8000 miljoen abonnees heeft. En daar kom ik met mijn 5 jaar lange Instagram. Ja, Jordi ziet er gewoon nog gewoon hetzelfde uit. Gewoon echt. Wow! Wow! What the fuck? Nee! Nee! Dit is nep. Oh, hij houdt zijn haar gewoon naar achter. Hij houdt zijn haar gewoon naar achter. Oké. Jordi, als hij dit kapsel zou hebben, wel legendary. Wel gewoon scheid hebben, weet je. Gewoon fuck this shit. Preparing myself for the stream. Dit is gewoon het bewijs dat Jordi altijd al één grote grap maken was. Dat is echt. Het is gewoon, weet je, stop er onderbroek op je hoofd. Why not? My brother doesn't like pictures. Nou, maar dit vind ik leuk gedaan. Dit is niet normaal gedaan. Ik bedoel, de 292 likes die het heeft, verdient. Gewoon. Hoe kan het dat Enzo met 1 miljoen abonnees 14.000 likes had op zijn eerste Instagram foto en Jordi met 5 miljoen abonnees had 200? Snap je, internet? You're weird as fuck, man. Oké, dit is de eerste foto van iemand. De echte allereerste Instagram foto van iemand. Ik ga jullie 5 seconden geven om te raden van wie het is. De caption is: eerste keer Instagram. Veel te veel opties om uit te kiezen, joh. Haha. Even reclame maken voor C1000 en Ben & Jerry's. Nee, is goed, joh. Prima. Oké, de tijd is om. Deze foto was inderdaad van Teske. Dit was letterlijk gewoon... Oh ja, Instagram. Oké, laat ik eens een proberen. Test. Random ass foto. Wow, allemaal filters, man. Sick. Zo ging het waarschijnlijk. Oké, nou ja, dit is dus de eerste foto van Teske. Ik kan er niet zo heel veel over zeggen, anders dan 478 likes. Prima. Prima scoren. Wow, sick. Dit is sick. 260 weken geleden. Jeetje, wat veel bezoekers en abonnees. De foto, 9000 abonnees. Teske, look where you at now. You done good. I'm proud of you, Teske. I love you. Ja! What? Hè? Nee. Lol. Trein. Ze heeft niet eens de moeite genomen om ons even te taggen. Teske, dit valt me echt... Dit vind ik echt heel erg... Heel, heel jammer. Nee, maar dit is toch mooi? Ik bedoel, kijk mijn outfit, man. B-hals shit, je weet toch. Zo cute. Ah, Calvin Direct Piet. Ah, Calvin Direct Piet. Zo lang geleden. Ah, ik hou echt van deze video. Dit is echt memories. Going for the nerdy look today. Bedankt voor het kijken naar deze video, mensen. Ja, zeker, dat was één groot feest. Wil je nou nog meer Instagram foto's van zien? Dat kan. Weet je, misschien dat ik het nog wel vaker doe. Kan gewoon... Nee, wat ik probeerde te zeggen is, laat in de reacties achter van welke YouTubers ik nog meer de Instagram foto's moet gaan opzoeken, zodat jij niet helemaal naar beneden hoeft te scrollen, maar gewoon mijn video kan checken en dan weet je het ook. Dus ja, zo makkelijk is het, mensen. Bedankt voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal, dan krijg je een jaar lang gratis paprika's. Ook al is dat niet waar, dat is een grapje. Ik ben bijna bij 500.000 abonnees, wat betekent dat ik bijna 1 miljoen heb. Ik heb niet bijna 500.000, maak een grapje. Nou, mensen, dag. Ik ben helemaal uit de adem. Fuck. Au! Oh. I'm okay. Nee, ik heb een idee bedacht, namelijk ik wil buitenlands voedsel gaan eten om zo op meerdere manieren meer associatieband, verbindenis op te bouwen met mijn buitenlandse publiek. Want ja, mijn publiek wordt natuurlijk steeds groter en daar komen ook allochtone mensen bij. Dat vind ik helemaal niet erg, dat vind ik fantastisch, maar dan heb ik wat meer associatie met jullie. Snap je? Nee? Jawel. Oké, ik vond het een redelijk duidelijke uitleg. Ja. Ik kan het heel goed duidelijk uitleggen. Als je mij...